De renovatie van het Elisabeth Samsonhuis bereikte gisteren het hoogtepunt van de reparatie. Nadat nog voor de COVID-19-pandemie gestart werd met de renovatie en de stichting Elisabeth Samsonhuis onder leiding van Cynthia McLeod de afgelopen jaren gedwongen moest stoppen, waren bestuur en vrijwilligers gisteren getuigen van deze mijlpaal. De restauratie en renovatie begonnen op 1 februari 2021. Het pand is aangekocht op 19 januari 2021 dankzij een schenking van de Nederlandse postcode loterij. De stichting startte met de buitenkant van het pand. Cynthia McLeod legt uit waarom de werkzaamheden voor langere perioden stilstonden. Anderhalf jaar lang gingen ze langs en dan zeiden ze allerlei dingen. Ach, Chipotle, ze hebben het geld niet. Kijk, wat gebeurt er met het gebouw? Er gebeurt niks. Huh? Want ze wisten niet hoe verschrikkelijk hard er gewerkt werd aan de voorbereiding. Huh? En al deze mensen die dit voorbereidende werk hebben gedaan en alles hebben uitgerekend en alle mails hebben geschreven en zo, de mensen van het bestuur, laat me het heel duidelijk zeggen, waar is die mevrouw van de krant? Huh? Huh? Absoluut duidelijk zeggen. We zijn een hele bijzondere stichting. We werken, de mensen werken, helemaal vrijwillig. Niemand krijgt ook maar 1 cent. Normaal, als er zoiets zou gebeuren, dan zou er een kantoor zijn en personeelsleden. Dat hebben wij niet. McLeod is blij dat zij dit bijzondere moment nog kan meemaken. Op traditionele wijze is er een plengoffer gebracht na de bloemstuk en Surinaamse vlag te hebben geplaatst op het hoogste punt van het huis. McLeod is blij dat de vrijwilligers die hebben meegeholpen aan dit moment niet hebben opgegeven. Bijna had ik niet gedacht dat ik dit ga meemaken. Ja? Elke keer zag ik het. Maar het lukt nog steeds. En dat we nu zo ver zijn. Dat de voorgever, dat de noordgever van de Casco restauratie al helemaal af is. Dat is fantastisch. Dat is prachtig. Ja? En dat hebben we vooral te danken. En daarvoor moeten we heel erg bedanken. Deze geweldige mensen van Rema's die hier werken, die dit allemaal doen. We zijn u enorm dankbaar. We vinden het fantastisch de manier waarop u zich allemaal inzet en wat u voor ons doet. De restauratie- en renovatiekosten waren geraamd op $1.2 miljoen. Waarvan een deel afkomstig was uit de schenking van de Nederlandse postcode loterij. Het Elisabeth Samsonhuis staat aan de Wagenwegstraat.